Voor huizenjacht openen zich vele deuren. En vandaag mogen we in het Friese plaatsje Dijken binnenkijken in het domein van VVD-prominent en voormalig commissaris van de Koningin in Friesland, Ed Nijpels. Een goedemorgen, welkom in Friesland. Mijn naam is Ed Nijpels en jullie komen mooie opname maken van een Friese Koppels rompenboerderij. Een boerderij uit 1821. Ja, hier zijn we in de keuken. Die stamt nog helemaal uit 1821. We hebben alleen wat groter laten maken met een oude originele schouw. In een boerderij zit je eigenlijk altijd in de keuken. Dus dit is eigenlijk de meest bezette ruimte van het hele huis. Nou, we willen heel graag een oud huis. We willen ook graag heel veel ruimte. En heel veel ruimte om niet alleen mensen te kunnen laten logeren, maar ook om ontvangsten te kunnen houden. En dan willen we ook graag een plekje aan het water. Dus dat waren nogal wat eisen. Ja, we liepen tegen deze boerderij aan en we zijn er onmiddellijk voor gevallen. Ja, hier zijn we in de eetkamer. Meestal zitten we in de keuken te eten. Maar vroeger, toen ik commissaris van de Koningin was, hadden we veel officiële diners. Die vonden hier plaats. Jammer genoeg wordt deze ruimte eigenlijk tegenwoordig heel weinig gebruikt. Want je gaat hier niet met z'n tweeën één aan die kant en één aan die kant zitten. Dat doe je alleen maar een heel slecht huwelijk. Dus deze kamer wordt nu voor een groot deel van het jaar staat hier leeg. Ja, dit is een heel bijzondere kamer, want dit is de Koninginnenkamer. In 1999 werd ik commissaris van de Koningin en toen heb ik die boerderij gekocht en verbouwd. En vanuit de historie hoorde iedere commissaris van de Koningin een Koninginnenkamer te hebben. Want als de Koningin op bezoek kwam in de provincie, dan bleef ze dikwijls bij de commissaris thuis slapen. Ja, we gaan nu naar een belangrijk deel van de boerderij toe. Het is een kop-hals-rompboerderij. We gaan nu naar de kop toe. Dit is de zomerkamer, waar de boer en de boerin in de zomer verblijf wilden met heel veel licht. En dan gaan we nu naar de deftige kamer toe. Dat is de opkamer. Dat is eigenlijk, in iedere Friese boerderij is dat ongeveer het heiligdom. Hier werd vroeger de pastoor ontvangen, de dominee en de burgemeester. Onder de opkamer zit in iedere Friese boerderij zit de melkkamer. Daar hield de boer vroeger zijn melk koel. Er zaten geen ramen in. De wind kon er doorheen waaien. Dat was dus een hele koele ruimte. En nu is het de studeerkamer van mijn vrouw. En als ik boven tv zit te kijken en ik geef een stamp, dan kun je zien, de spleten, dan heb ik onmiddellijke communicatie met mijn vrouw. We hebben dus geen huistelefoon nodig hier. En voor de inrichting is mijn vrouw met een vriendin verantwoordelijk. We hebben dus gezocht naar landelijke elementen. Wat past er nu in een Friese boerderij? Ja, en ik weet niet precies hoe je deze stijl noemt. Maar het past een beetje bij het beeld van landelijke boerderijen in Frankrijk bijvoorbeeld. Ja, dit is de schuur. Een heel bijzondere schuur. Die is in de jaren 60 gerestaureerd door een orgelbouwer. Daar heeft hij een heel bijzondere akoestiek gekregen. Zelfs zo bijzonder dat de kast heeft hier twee cd's opgenomen. Die allebei goud zijn geworden. Het is dus eigenlijk een perfect opnamestudio door een Nederlands orkest. Treedt hier op. Stichting Strijkkwartet in Nederland heeft hier heel veel concerten gegeven. Dus we hebben eigenlijk onze eigen concertzaal aan huis. Ja, en die schuur heeft natuurlijk een geweldige ruimte. Er zijn een heleboel slaapkamers. Want ja, heel veel mensen willen hier natuurlijk niet alleen maar een dagje komen, maar ook blijven logeren. Dus je kunt hier eindeloos logeren. En ja, als ik dan s'avonds in de winter thuis kom, dan ga ik af en toe heerlijk de sauna in. En dan zijn alle zorgen binnen een half uurtje verdwenen. Het mooie ook is van het wonen in Friesland is dat je overal Friese meren hebt. En achter mijn huis ligt dus een van die Friese meren. Ik vaar zo vanuit mijn eigen haventje naar 500 meter en ik zit op een van de prachtige Friese meren. Dan komen we hier op de bovenverdieping. Beneden zijn vier slaapkamers, hierboven zijn er drie. Die zijn privé, die laat ik niet zien, maar ik heb wel iets heel bijzonders. Het heilige de heilige in de boerderij. Kom maar mee helemaal naar de zolder toe. Ja, dit is mijn jongensdroom die ik op zolder heb kunnen realiseren. Een mooie kamer laten maken in de boerderij. En hier staat een hele grote baan die helemaal volautomatisch kunnen hier vijf treinstellen kunnen hier op rijden. Als je nou s'avonds thuis komt en ik zit niet in de sauna en ik heb een paar uurtjes tijd, dan ga je hier naartoe en dan kun je compleet ontspannen. Het liefst zou ik hier oud worden, daarom hebben we de boerderij ook gekocht. Maar al mijn functies liggen in het westen van het land. Ik rij zo'n 100.000 kilometer per jaar. En dat betekent dat helaas de boerderij te koop staat. Maar wij hopen wel weer een klein huisje hier in Dijken terug te kunnen kopen. Want we zijn hier toch wel heel erg gehecht aan dit dorp en aan deze omgeving. Woon jij ook in een droomhuis en wil je het dan eens laten zien? Geef je dan op via de site.